altijd iets als je een dienst wilt bereiken. Onze, bij gebrek aan beter, eerste minister Yves Leterme kon het aan de lijve ondervinden toen hij bij het doorverkopen van de smeulende assen van de ooit zo forse Fortisbank vruchteloos probeerde de Europese Commissie aan de lijn te krijgen. D'accord, het was weekend, maar een mens wil in het weekend ook al eens de financiële markten redden, nietwaar? De Nederlandse horlogooi en Europees commissaresse Nelly Kroes, dat is geen ziekte, dat is gewoon haar naam, betichtte daarop onze eerste minister van niet minder dan liegen en jokkenbrokken. Want volgens haar was de telefoniste wel degelijk van corvée in het weekend. Wel, onze redactie nam de proef op de som en achterhaalde dat ze alle twee een beetje gelijk hadden. Welkom bij de Europese Commissie. Al onze medewerkers zijn momenteel bezet of onze telefoniste is pipi gaan doen. Bent u premier? Druk 1. Bent u premier met een bankprobleem? Druk 2. Bent u premier en weet u het allemaal niet goed meer? Haak er gewoon in en zeg dat we niet bereikbaar waren.